Hiep! Ah, hiep! Ah, hiep! Ah, hiep! Ah, hiep! Ah, hiep! Hiep! Hoi! Dat was hem dan. Van harte welkom bij een nieuwe video, oftewel een nieuwe vlog. Deze video gaat over de avondroutine van Daan. Even wachten Daan. De tandenborst gaat even weg. Die komt zo meteen aan. Het gaat over de avondroutine van Daan. Is een kijkersvraag. Is gevraagd door Sienne. Dankjewel voor jouw vraag. Om nog een keer de avondroutine in beeld te brengen van Daan. Is natuurlijk weer anders als de vorige keer. Dus dat gaan we in deze video doen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneren kan hier beneden en wordt enorm gewaardeerd. Dank je wel daarvoor. Nou Daan, dan gaan we nu jou verder aankleden. Daan is net in bad geweest of in de douche. En nu gaan wij zeg maar de avondroutine verder doen. Totdat Daan naar bed gaat, hè jongen. Nou, wat we eerst gaan doen is denk ik, ik wou een tandenborstel zeggen, maar laten we eerst even aankleden. Je hebt geen shirt, Heidi? Die had je net. Nee, ik heb alleen een pyjama en een brace-shirt. Wat we dus in deze video gaan doen is misschien even leuk om uit te leggen. We gaan duikse pyjama aandoen. We gaan, hoe wij dat noemen, een speciale brace-shirt aandoen. Hij krijgt zijn nachtbrace om, dat gaan we dadelijk allemaal doen. En we gaan liedjes zingen samen met Daan. Daar is je boxershort, Daan. Heb je hem gevonden? Dankjewel, jongen. Goed hoor. Daan werkt niet altijd meer mee. Hij wordt groter. Weer omhoog. 1, 2, weer omhoog, Daan. Goed. Hij wordt natuurlijk groter, hij wordt zwaarder. En dat maakt het af en toe heel lastig om Daan goed te verzorgen. Soms doet hij heel moeilijk, maakt hij er een spelletje van. En dan moet je echt heel veel inspanning tonen om hem gereed te krijgen voor bed. En je kunt eigenlijk aan zijn indruk zien, hij is aan het lachen, hij klemt mijn arm, dat hij dus eigenlijk een beetje zoals ik dat noem, papa wil klooien, zeg maar. Andere hand aan. Goed zo, jongen. Nou, probeer alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. Excuses als niet alles helemaal goed in beeld komt. Maar probeer het zo goed mogelijk te doen, hè Daan. Nou, Daan is dus in bad geweest. Zometeen kleed ik eerst even aan. Dan moeten we nog even tanden poetsen. Normaal doen we dat in de badkamer. Maar omdat hij nu al geboost is, ga ik zometeen zijn tanden poetsen in bed. Kan op zich ook. Ik heb nog een handdoek bij de hand. Dus dat gaat goed komen. Binnen omhoog, Daan. Hij kan ook goed helpen. Binnen omhoog, Daan. Als hij zin heeft. Daan, binnen omhoog. Alsjeblieft. Ja, dankjewel, jongen. Dus bepaalde woorden herkent hij waardoor hij daarin kan meehelpen. En dat is heel fijn, want hij weegt tussen de 25 en 30 kilo inmiddels. Dus dat is behoorlijk. Nou Daan, dan moeten we eigenlijk even jouw tandenborstel hebben. Maar die heeft mama gepakt en mama is weggelopen. Heidi, waar heb je de tandenborstel? Oh ja, ik zie hem al. Pap, even de tandenborstel pakken daar. Maak ik even het net dicht voor zijn veiligheid. Deze kan ik vasthouden, want de tandenborstel is hier. Dan gaan we even tandenpoetsen daar. En hij weet nu ook tandenpoetsen, hij weet wat dat is. Hij komt ook meteen met zijn hand naar de tandenborstel. Mondje open, gaan we tandenpoetsen. Tandjes poetsen, tandjes poetsen. Daan doet tandjes poetsen. Daan doet tandjes poetsen. En dan wil je even stoppen, niet met je handen eraan, hè, want je hebt net gedoucht. Boventanden. Papa poetsen. Doe je dat goed, Daan? Dan wil je goed helpen vandaag. Ja, mag ik er weer bij, Daan? Mondje open. 1, 2. Mond open. Hij bijt ook op zijn tandenborstel, helaas. We hebben daar een speciale stick voor, zeg maar, die je dan eigenlijk in zijn mond kan doen. Maar ja, wij gebruiken die niet zo heel veel meer. Meestal doe ik dan
ga ik heel vervelend doen, dan ga ik zijn handen weghalen. Kom maar. Mond open. En dan moet ik echt boven hem hangen. Maar op deze manier heb ik zijn handen vast. En ik hang boven hem, waardoor ik zijn tanden eigenlijk versneld kan poetsen. Om hem zo min mogelijk te storen daarin. Ja. We zijn bijna klaar, Daan. Doe jij het goed? Hey, wat doe jij het goed, Daan? En we hebben ook nog een elektrische tandenborstel voor Daan. Overigens. Maar dat vindt Daan op dit moment niet zo fijn, omdat hij nog zijn tanden aan het wisselen is. Of een dame kiezen. Ja, bijna klaar. Daan, doe maar. 1, 2. Goed zo, jongen. Hey, goed gedaan. Geef de voortanden. Bzzz. Goed gedaan, jongen. Hey, heel goed gedaan, Daan. Goed gedaan, jongen. Mondje poetsen. 1, 2. Hoppatee. Dan de tandenborstel even weg. Doen we even zo. Hoppatee. Nou, tanden zijn gepoetst gedaan. Dan gaan we jouw pyjama draaien. Nee, eerst de brace. Brace is altijd een dingetje. Om die om te krijgen. Heidi en ik hebben dat beide geleerd om dat alleen te doen. Ik denk dat er ook mensen zijn die dit niet alleen doen, maar juist met twee personen. Maar omdat wij dus ook Milou nog hebben, hebben we eigenlijk elkaar geleerd om het alleen te kunnen. Dus ik ga dat laten zien. Ik hoop dat hij meewerkt, want soms werkt hij totaal niet mee. Mag je eerst even gaan zitten, Daan? Wil je weg? Kom maar. Goed zo. Ik moet hem vasthouden, anders valt hij gewoon om. Ik kan niet echt zelfstandig goed zitten. Ik heb dus mijn rechterarm onder zijn oksel en dan tot aan zijn rug. Nu kan hij eigenlijk geen kant meer op. Ondertussen ga ik de brace loshalen. 1, 2, ja, klaar. Hoppatee, goed gedaan, Daan. En eigenlijk, je moet altijd op schatting, heb ik nu, even kijken, de brace exact goed onder zijn oksel. Dus ja, in principe ligt hij nu goed. Nou is nog de kunst om hem dicht te krijgen, maar hij is vrij rustig. En dat komt omdat hij nu gedoucht heeft. Hij doucht niet altijd 's avonds, soms ook 's ochtends. Maar na een douche is hij iets meer ontspannen, waardoor je dus gewoon dit allemaal net wat makkelijker kunt doen. Hey, goed gedaan, Daan. Je hebt echt goed helpen vandaag, hé, Daan. Oeh, hé. Dat is papa niet gewend dat je zo makkelijk meewerkt. Normaal maakt hij er een feestje van. Dan moet ik alleen zorgen dat bij de t-shirt geen vouwen zitten, anders komen die vouwen op zijn lichaam te staan. Door de brace. Raak voelen, Daan. En dubbel check of de brace goed zit, doen wij hieronder aan deze kant. Ik kan dat niet goed laten zien. Hier zeg maar zit de rand van de brace. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En hier zit je heupbot. En daar mag hij nooit op zitten. Het uiteinde. Dus die moet daar boven zitten. En dan ga ik nu dus even checken. En hij zit er boven. Dus dan zit die brace goed. Want als hij erop zit, dan gaat dat drukken. En dan krijg je daar gewoon pijn gedaan. Dan word je wakker en dan krijg je pijn. Dus dat zijn dingen waar je op moet letten. Dat als de brace op die manier goed zit. En ze zit gewoon goed eraan. Ja, hier zit nog een vouw. Die gaan we er even uit proberen te halen. Zo, jongen. Goed gedaan. Gaan we de pyjama-trui aan doen? Mag je je hoofd omhoog doen, Daan? 1, 2. Hoppatee. Goed gedaan, Daan. Andere hand. Kom maar. Dat is 1. En 2. Nou, Daan. Goed gedaan, jongen. Gaan we omdraaien. Wij gaan weer lachen. 1, 2. Kom maar. 1, 2, hoppatee. Mag de auto weg? Geef ik aan mama. Handdoekje kan weg. Wat gaan we nu doen, Daan? Nou, een liedje zingen, hè? Hey.
Nu gaan we liedjes zingen. Gaan we eerst het bed laten zakken. Dan werkt het zo goed mee. Oh ja, voor de mensen die het misschien nog niet gezien hebben en denken, wat is dat nou? Hier aan de binnenkant van het bed heeft daar een bepolstering, zoals je dat noemt. Als hij, hij beweegt veel in bed en als hij dan zou stoten, zijn deze randen eigenlijk allemaal zacht. Dus dan krijgt hij er geen last van, geen pijn. Dan stoot hij niet letterlijk tegen het hout aan, maar ja, een soort bescherming, zeg maar. Zo Daan, en wat gaan we nu doen? Ja, gaan wij liedjes zingen. Hij weet de volgorde bij mij, hij heeft een andere volgorde als mij. Ook andere liedjes, maar hij weet gewoon bij wie hij wat kan verwachten. Dus dat gaan we zo nog even doen. En Daan, liedjes zingen. Eerst een slokje drinken. Water overigens. Omdat hij dus zijn tanden heeft gepoetst. En hij, met tandenpoetsen zoals je gezien hebt, hij slikt helaas wel alle tandpasta in. Maar met de tandarts overleggen we welke tandpasta we moeten gebruiken. En ja, hij kan niet spoelen, dus hij slikt het allemaal in. Dus je gebruikt minder tandpasta bij Daan. En tot nu toe gaat het allemaal goed. Daan, gaan we liedje zingen? Ja, welk liedje gaan we eerst doen? Welk liedje gaan we eerst doen, Daan? Je weet het, hè? Komt-ie. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, die drinkt en maakt zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Krijg papa nog een kusje. Krijg papa een kusje van jou. Kusje? Dankjewel jongen. Papa jou een kusje geven? High five. Goed gedaan jongen. Dan gaan we nog een liedje zingen. En dat vindt Daan het leukste liedje. Want dat liedje heet Tante in Marokko. Alleen ik zing hem op een hele andere manier, op een heel ander tempo, wat hij gewoon heel leuk vindt. En we doen erbij klappen op het tempo zoals ik hem zing. Komt hij dan? Ja? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ik heb een tante in Marokko, die komt diep. Hoi, ik heb een tante in Marokko en die komt diep. Hoi, ik heb een tante in Marokko, ik heb een tante in Marokko. Ik heb een tante in Marokko en die komt diep. Hoi. Zing ik aai aai, jippie jippie jij niet hoi. Zing ik aai aai, jippie jippie jij niet hoi. Zing ik aai aai, jippie. Aai aai, jippie. Aai aai, jippie jippie jij niet hoi. Nog een keer dan. Dan pak je mijn handen alweer. Ik heb een tante in Marokko en die komt diep hoi. Ik heb een tante in Marokko en die komt diep hoi. Ik heb een tante in Marokko, ik heb een tante in Marokko. Ik heb een tante in Marokko en die komt diep hoi. Zing ik aai aai, jippie, jij, jippie, zing ik aai aai, jippie, jippie, jij, jippie, zing ik aai aai, jippie, aai aai, jippie, aai aai, jippie, jippie, jij, jippie. En dit doen we 4 keer en iedere keer gaat hij iets sneller. Nog een keer dan, komt ie. Ik heb een tante in Marokko, komt ie, boy. Ik heb een tante in Marokko en die komt ie, boy. Ik heb een tante in Marokko, ik heb een tante in Marokko, ik heb een tante in Marokko en die komt ie, boy. Zing ik aai aai, jippie, jippie, jij, jippie, zing ik aai aai, jippie, jippie, jij, jippie. Zing ik aai aai, jippie, aai aai, jippie,
Ai, ai, jippie, jippie, jee, kiep, hoi. En dan kondig ik aan de laatste keer gedaan. Gaan we nu voor de laatste keer. Komt ie dan, laatste keer. Ik heb een tante in Marokko, die komt die poi. Ik heb een tante in Marokko, die komt die poi. Ik heb een tante in Marokko, ik heb tante in Marokko, ik heb tante in Marokko, die komt die poi. Zing ik ai, ai, jippie, jippie, jee, poi. Zing ai, ai, jippie, jippie, jee, jee, poi. Zing ik ai, ai, jippie. Ai, ai, jippie. Ai, ai, jippie, jippie, jee. Hiep, ah, hiep, ah, hiep, ah, hiep, ah, hiep, ah, hiep, ah, hiep. Hiep. Hoi, dat was hem dan. Hey, ga je lekker slapen, jongen? Ga dan lekker slapen. Zie papi jou morgen weer. Ga papa zo meteen jouw sterrenlampje aandoen. Ga dan lekker slapen, hè, jongen. Papa houdt van jou. Zie papa je morgen weer. Dan lekker slapen, hè. Stel het nog even aan mijn baard. En dan. Even voelen. En dan ga dan lekker slapen. Lekker slapen. Ja, je hoort mama, hè. Ga lekker slapen. Dan pap je een sterrenlampje aan doen. Zie papje morgen weer. Goed? Gaan we lekker slapen, jongen. Lekker rusten, Daan. Papa de bed dicht. Is je light? Oh, ik denk het lamp gaat uit. Doen we deze aan, doen we het even weg. Gaan we de camera aandoen. Ja, die hebben we nog niet toegelicht. Daan heeft een camera. S'nachts, die is aan. Komt het sterrenlampje daar. Welterusten, Daan. Lekker slapen, jongen. Tot morgen, Daan. Welterusten, Daan. Lekker slapen. Nou, je hebt zojuist kunnen zien hoe ik Daan naar bed heb gebracht. Sienne, dankjewel nogmaals voor deze kijkersvraag die we in beeld hebben gebracht. En ook dankjewel voor het kijken. Daan heeft trouwens een camera. Dat zei ik net, gaf ik net nog aan, maar het licht was al uit. Verkeerde. Oh, dat is de verkeerde, ja. Waar is die vandaan? Dit is die van Milou. Voor je neus. Ik pak Milou's camera. Oh ja, hier. Dit is de camera die wij voor Daan hebben. En ja, dat zie je bijna niet. Ja, daar ligt Daan. Hij is nog wakker. En zo hebben wij hem dus in het zicht. Ook 's nachts, indien er iets aan de hand is. Dan kun je daarop meteen anticiperen. Dankjewel voor nu voor het kijken. Nogmaals, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Abonneer je dan. Kan hier beneden. En voor de rest waarderen wij het enorm als je op het duimpje omhoog klikt. Mocht jij nou denken, ik zou het heel leuk vinden of heel interessant vinden of heel mooi vinden als jullie bijvoorbeeld iets in beeld brengen. Hè? Kan van alles zijn rondom de zorg vandaan, mits het haalbaar is. Laat het vooral weten hieronder in de reacties. En ja, wij zijn ook heel benieuwd wat jij graag wilt zien van ons. En als het haalbaar is, dan kunnen we daarna kijken of het mogelijk is. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En ik doe het zonder Daan vandaag. Bedankt voor het kijken, nogmaals. En tot de volgende keer. Hoi!